Joy Brancard, we zijn vandaag in Mechelen. Jullie speelden de laatste voorbereidingsmatch met KV Mechelen tegen Club Brugge. Ploeg die naar de Super League gaat. Jullie gaan naar eerste klasse. Wordt dat moeilijk, dat niveau overbruggen? Ik denk dat zeker een leerschool zal worden voor ons. We hebben een paar seizoenen nu in tweede achter de rug. En veel meisjes hebben ook ervaring in tweede, maar nog niet ervaring in eerste. Dus ik denk dat het sowieso wel niet zo'n gemakkelijk seizoen gaat worden. Maar ik denk dat als we proberen om dat blok te zetten, dat we vandaag eigenlijk ook hebben geprobeerd en waar we op aan het trainen zijn. En van daaruit eruit te komen dat we er wel mogelijkheden liggen. En dat we natuurlijk ons veel wel duur gaan verkopen in eerste. Ja, jullie proberen telkens wel te voetballen, hè? Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. De coach geeft ons dat ook op van achteruit voetballen. We trainen daar ook op. En we vinden het natuurlijk ook belangrijk. Als je ook al speelt je in eerste en zijt je een beetje de underdog, is het belangrijk om altijd mee te voetballen. Dat is een beetje ook de filosofie. Dus dat willen we dan ook proberen te doen. Ja. Ja. Club Brugge vandaag was een moeilijke tegenstander. Absoluut. Heel veel beweging zonder bal. De 2 en de 5 die heel veel mee opkwamen en die eigenlijk voor heel veel gevaar zorgden. Ze hebben echt goed gevoetbald. Dus ja, ik denk dat we op ons waarde wel geklopt zijn. Ja. En voor jullie, wat is die ambitie in die eerste klasse? Goh, ik denk dat we niet te veel moeten gaan ambiëren in ons eerste seizoen. Zoals ik zei, het is een leerschool. Maar ik denk wel dat we moeten proberen om behoud, dat het belangrijkste zijn in het eerste jaar. En heel veel bijleren. En ik denk dat het dan al een geslaagd seizoen zal zijn. Oké, ik dank je en ik wens je veel succes. Dank je wel.